Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag weer dinsdag. Fleur die komt. Jan die is er trouwens nog steeds. Ja, die is nog boven bezig. Ja, die heeft geslapen als een roosje. Ja, dat... Die komt zo ook beneden. En zal ik wel weer even vloggen als ik nu nog niet klaar kom. Tenminste... Als ik eerder klaar ben dat hij beneden komt, dan vlog ik dan ook wel weer. Maar oké, een heel hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Wezenboel. Als in de hoofdrol onze Jan. Ja, we gaan vandaag over de Juttersmarkt en hij gaat vandaag ook weer naar huis. Dus hoe en wat, het ruilt en zeilt, we zien het wel, we merken het wel. Ik ga nou in ieder geval een bakje koffie klaarmaken. De diertjes hebben eten, Eon die zit daar nog lekker te eten. Godel die heeft het al op zijn brokken natuurlijk, nou, maar daar doet hij een hele week mee, moet hij weten. Hij kan in ieder geval aanvallen wanneer hij zin heeft. Kandel zit achter de deur, dus geen sodemieter qua stelen. Kopjes staan nog klaar voor de koffie, moet mijn bril trouwens nog schoonmaken merk ik. Dus dat doen we ook eventjes. Ik wens jullie, het is weer een prachtige mooie dag, zonnetje schijnt, hier en daar een wolkje aan de lucht, ik het zonnescherm naar beneden, de buren ook, dus ja, waarom niet, met het mooie weer is het gewoon nodig, ja. De poort is gelopen, de Fleur die kan gewoon binnenkomen en ik word hier opgegeten door de vliegen, ja, en ze zijn nog blind ook op te steken, ik vind het niet leuk, maar ja. In ieder geval, doet er niet toe. Ik spuit gewoon met de lavendel, kijken of ze daar tegen kunnen. Simpel zat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Ja, ja, tot straks. Ja, lieve vrienden, Jan die zit ook alweer geruime tijd aan de eettafel. Hij heeft ook zijn eten op, ik heb mijn eten op. Hij heeft al koffie op, ik heb mijn koffie ook op. Ik ga zo meteen aan een tweede bakje beginnen. Nou, nog een paar minuten, dan staat Fleur ook weer in huis. Dus ja, komt allemaal goed. Jan, zeg eens even de mensen gedag. Met een glimlach. Goedemorgen iedereen. Ik heb goed geslapen, dus ben weer goed wakker geworden. Dus lekker rustig hier te slapen. Dus. Nou, jij blij. Ik ben heel blij, dus maak een goede dag van iedereen. Oké, nou dan weten jullie dat ook weer. En ja, uiteraard gaan we de Juttersmarkt vanmiddag even over. En even naar een maatje van mij met die uilen kijken of Jan ook daar geld voor over heeft om een uil op zijn arm te houden. Je hebt kleine uiltjes, je hebt grote uilen. Ik zelf neem altijd die grote. Maar of Jan die kan houden op zijn arm, weet ik niet. Want ik moet mijn arm ook ondersteunen met mijn andere arm. Dus ja... Maar ze doen je niks, ze zijn hartstikke lief. Het enige zie je, je moet een handschoen, speciale handschoen om. Nee, je krijgt een speciale handschoen om. Ja. Vanwege die klauwen. Ja, ja. Nou, dat is het enige, maar ze pikken je niet, je kunt ze aaien, je kunt ze kusje geven. Ja. Doe ik ook. Ze zijn hartstikke lief. Ja, dat, anders mag hij daar niet op de markt staan. Hè? De kinderen die doen het ook. Dus. Hartstikke geweldig. Doet Jan dat wel? Dan vlog ik dat uiteraard. Uiteraard. Maar ja, je moet eventjes geld doneren. Hè. Simpel. Die beesten die moeten ook eten en drinken. Dus, maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het ook met een glimlach. Doen wij ook. Samen zijn we blij. Ja. Ja, toch? Ja. Zij en zij. Ja hoor. Gewoon vrolijk zijn. Hé? Jenno? Ja. Frodo die is ook vrolijk, of niet? Nee? Ben je niet vrolijk? Hij ligt daar van Mingzorree het over. Ja. Is zo... Ja, echt. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. Tot later. Ja, lieve vrienden, we gaan ons klaarmaken om de Juttersmarkt over te gaan. En kijken of Jan ook een uil op zijn arm durft te nemen. We zullen het beleven. Deze camera gaat uiteraard mee. De GoPro hoeft niet, want de markt heb ik al zo vaak gezien.
deze gaat mee en we zullen het beleven. Zeker, ja. Zeker. Ik wil dat wel zeker proberen natuurlijk. Met die uilen. Ja. Oh, waar is je pet? Ja, die heb ik even afgedaan. Ik heb mijn pet even afgedaan. Hoor. Vanwege dus, performance. Ja, ik heb zo eens even, zie je ook maar een keer zonder pet. Dus, Nou, oké, okay, ik zou zeggen, we zien elkaar straks alweer. Ja. Nou, Marcel die pakt een hele lieve vogel. En die wordt even bij Jan op zijn arm neergezet. Moet je omdraaien? Draai je om naar mij toe. Lief hè? Kan die hem aaien? Nee? Dat is mooi hè? Hallo dan. Hallo dan. Is dat mooi? Is dat mooi? Ja. Is dat mooi, mooi? Of ben je een vrouwtje? Het is een mannetje. Jij. Ja. Prachtig hè. Hé, je bent prachtig. Je bent een mooi beestje hoor. Ja, je bent een mooi beestje hoor. Ja. En ik kom binnenkort bij je. Ja. Mag je vliegen? Ga ik helemaal vloggen. Maar dan moet je de baas even mij bellen. Wanneer je die tijd hebt. Kom. Hij wil niet. Nou, leuk hè? Alsjeblieft, de laatste voor jou. Nou, super. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Jan die heeft getrakteerd. Die heeft er meegenomen. 2 bounties voor iedereen. Hij heeft meegenomen. Appelkoeken. Is ook lekker. Hij heeft meegenomen. Niet voor mij, niet voor hemzelf. Nee. Voor de... ik moet het even niet op mijn kop houden. Tweemaal voor de poezenbeestjes. En voor Frodo. Ook niet op de kop houden. Zo'n pak. Dus ja, we gaan er lekker voor smullen. Zullen de poezenbeestjes zo wel bij. Met een bak koffie erbij. Of niet dan, Jan? Ja, zeker. Zeker. Ik heb dit dan gekocht op de... Op de en dat is? 2 flesjes en water. Oh, water erin. Ja, kleine blokken. Elma, wat staat erop? Elma Media. Waarom? Nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Nee. Maar, en wat staat er op die? Daar op die zwarte deksel? Staat ook wat gedrukt? Ja, join the pipe. Join the pipe? Nou, nee. Ja, nee. Ik hoef niet aan de pijp. Nee, hè? Maar in ieder geval, we zijn weer thuis. Jan, nou, dat hebben jullie gezien daarnet. Ja, die had een havik op zijn arm. Ja, dus ja, die kan je niet aaien. Nee, dan een hele kans dat je een pik krijgt. Ja. Maar dat maakt niet uit, hij vond het leuk. Ja. Ik vond het leuk, jullie denk ik ook wel. Ja, dus komt allemaal goed. Vanavond gaat Jan weer met de trein naar... Emmeloord. Oh ja, niet naar Emmeloord, want de trein gaat niet naar Emmeloord. Nee, je hebt geen station daar. Naar Amsterdam. Amsterdam naar Almere Centrum, van Almere Centrum naar Lelystad en dan met de bus naar van Lelystad naar Emmeloord. Dan ben ik 3 uurtjes onderweg. 3 uurtjes, en dan moet je nog lopen of fietsen? Fietsen, ik heb een fiets staan. Okido. Ja. En verder niks? Verder niet, dat ik na afloop even naar Trace toe ga, naar mijn vriendin toe ga. Ja, maar en je nog... Een belletje naar jou toe. Ja, een belletje dat je thuis bent. Dus. Maar oké. Ja. Dus, we zijn weer thuis. We gaan aan de koffie. Tot straks. Dag Jan. Dag Corina. Ga je er zometeen weer vandoor, joh? Ik ga er zometeen weer vandoor. Ben ik ook eerder thuis. Ik wou net zeggen, dat is wel iets vroeg. Iets over 9 thuis. Oh, is het daarom te doen? Kan ik even bellen naar jou toe. En dus eventueel... Naar Trace toe. Naar
racetochten. Ja, maar je mag niet weg. Nee, ik mag niet weg. Ik heb even op mijn schoot liggen, hè. Ja. Dat is mijn vriendinnetje Ewen. Ja, Ewen die wil hebben dat hij hier blijft. Ja. Ze had het door dat hij weg wou en wat doet ze, hè? Ja. Ja, nou. Hé. Hey. Ja. Ja, ze wordt deze maand 14, hè? Ja, ze is al oud. Hé? Hobie dopie. Dat is een mooi beestje, dus. Wat voor dikkie nou? Grijs. Russisch blauw heet dat, met wit. Hé, maar omdat het daar een ouder wordt, wordt ze ook nog grijs, ja. Hé, en ze spint daar? Ja, ja. En die legt daar over pampers met de kussen op de grond. Hé? Ja, ja. Kussen op de grond gegooid. Mag dat? Mag dat? Ebbedabbedab. Hoppata. Mijn lood. Wil je mijn lood? Mini kwispelde kwispelde. Wel neusje op en neer. Ja, lekker hè, die frisse wind. Hé? Ja. Maar in ieder geval, ja, Jantje die gaat er zo meteen weer vandoor. Ja. En Meloort weer. Naar de polder, hoofdstad. Ja. De provincie Flevoland. Wat jij wel eens kan doen. Ja. Is even met jouw mobiel. Jullie beroemde toren even filmen. En dat naar mij toe sturen, dan kan ik dat erbij inkoppelen. Ja, kan ik dat eens even in een filmpje doen? Ja. Speciaal voor jou. Gaan we een filmpje maken? Ja, ja jij kunt toch in Emmeloord gaan filmen, hè? Ja. De belangrijkste punten, zoals die toren, zo heet misschien nog een belangrijk gebouw. Dat stuur je mij toe en dat maken we een vlog van. Ja. Een vlog van Jan. Ja. Gemaakt door Corinne. Ja. Ik heb er eentje gemaakt door mijn huis heen. Ja, maar dat gaat dan. Dat heb je toen destijds voor Jack gedaan. Voor Jack. Ja, en dat houden we zo. Dat houden we zo. Ik heb af en toe een foto naar jou toe sturen. Ik heb wel een filmpje maken van je parakietje. Ja. 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 Dat kan je wel doen. Dat hij al 12 jaar oud is. Daarom, dan ga je daar een leuk. Ja, praat je er even leuk bij. Oh, ja. Kan jij wel. Ja, ja zeker. Dus. Nou, oké, lieve vrienden. Wij gaan dan zometeen van onze Jan afscheid nemen. En ik zou zeggen, tot later op de avond. Doei. Tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Het is al heel lang alweer avond. Hè. Het is bijna 8:30. Ja, het is al 8:30. Ik wacht op telefoon van Jan, dat hij weer thuis is. Hij, denk nog niet kwart over negen geloof ik. Meende zoiets. Maar in ieder geval, we wachten dat gewoon af. En ik wens jullie in ieder geval een hele fijne, liefdevolle avond. En voor straks welterusten en ook lekker slapen. Morgen gezond uiteraard weer op. En graag tot dan. Vannacht en dan zien we wel weer wat de dag brengen gaat. Ja, ze zeggen tot dan. Doei doei.